Het tweede stuk dat ik zal gaan spelen is het Mendelssohn Violin Concerto deel 3. Dit stuk zal tevens het laatste stuk zijn van Mendelssohn dat we deze avond zal horen. Gelukkig. Toen Mendelssohn dit schreef, was hij 35. Dit was in een van zijn vrolijkere periodes. En dat is ook goed te horen in de muziek. Zo zit er veel vrolijke en springerige stukjes in. Nou, ik wens u veel luisterplezier.